Uiteindelijk is die piano totaal anders geworden wat dat Steinway dacht met die rechtsnarigheid. Maar het was een serieuze kans. En ook ja, dat de naam al verbonden was met Steinway is iets wat je maar kunt van dromen. Het is alsof dat de wereldberoemde voetballer hier in Ruisleden zijn schoenen zou komen kopen. Frankrijk is er geen pianofabriek meer, Engeland niet, Duitsland is teruggelopen. Dus het zijn nu vooral de Chinezen en grote fabrieken die instrumenten bouwen, nog wel Japanners en hier en daar uitzonderingen zoals Steinway. Maar het beweegt dat, of het toont dat in een bewegende markt, dat er met een oud product zoals een piano, die al 100 jaar hetzelfde gebleven is, als je daar even over nadenkt, dat je iets nieuws kunt maken die heel gemakkelijk aanvaard wordt in de markt. Thank you.